De grondstoffen op aarde raken langzaam op en we produceren enorm veel afval met z'n allen. In Nederland doen we het al best goed als het gaat om afval scheiden en recyclen. Maar als we de klimaatdoelstellingen willen behalen, dus 2030 al 49% minder CO2 uitstoten en in 2050 95% minder uitstoten ten opzichte van basisjaar 1990, dan moeten we zeker meer circulaire oplossingen in gang zetten. Grondstoffen raken op en dat komt omdat we in een lineaire economie leven. We nemen producten of grondstoffen, onttrekken we uit de aarde, daar maken we producten van, die gebruiken we en na het einde van de levenscyclus gooien we ze weg. Dat zijn kostbare grondstoffen die verloren gaan. Afgelopen jaar viel Earth Overshoot Day op 22 augustus. Dat is de dag waarop we globaal gezien alle grondstoffen hebben gebruikt die de aarde in één jaar kan produceren. Elk jaar schuift die dag iets eerder in het jaar. Dus als we zo door blijven gaan, dan hebben we dadelijk echt niet genoeg grondstoffen om alles te kunnen maken zoals we dat nu graag zouden willen. De lineaire economie gaat ons daarbij niet helpen. We moeten naar een circulaire economie waarbij die grondstoffen in een cirkel blijven en zo hergebruikt kunnen blijven worden. Nou, bedrijven kunnen daar een hele belangrijke rol in spelen en die kunnen daar ook echt iets in veranderen. Als bedrijven inderdaad meer gaan nadenken over de totale keten. Wat komt er nu aan afval binnen aan de voorkant en wat gaat eruit? Dat is één ding. Ga je nog een stap verder, dan ga je ook kijken van goh, wat voor producten maak ik of hoe zit mijn dienst in elkaar en wat voor materialen worden er allemaal voor gebruikt. En kan dat niet beter? Want hoe meer kunststoffen je gebruikt of meer verschillende dan of hoe meer verschillende soorten materiaal, bijvoorbeeld roestvrij staal en kunststoffen, aan elkaar bevestigd. Als dat veel minder is, is het veel makkelijker om uit elkaar te halen. En als je het makkelijker kan demonteren, kun je het ook makkelijker hergebruiken als nieuwe grondstoffen. Dus daarover nadenken. Niet alleen maar als het afval is, als het ontstaan is, maar eigenlijk ervoor te zorgen dat afval niet ontstaat aan de voorkant. Daarin kunnen bedrijven echt een hele belangrijke rol spelen. Bedrijven moeten daarin samenwerken. Dus degene die het ontwerpt, die moet weten wat er aan het einde van de levenscyclus ook mee gedaan kan worden. Als je die partijen bij elkaar kan brengen en samen naar een product of iets kan gaan kijken, nou, dan kun je echt prachtige nieuwe oplossingen bedenken, zodat dat product niet eindig is, dus dat je geen lineaire economie hebt, maar dat je naar een circulaire economie gaat. En aan de voorkant is een ontwerper daar ook blij mee, want hij heeft daarmee levert toegevoegde waarde, dat er weer een nieuwe cirkel gemaakt kan worden. En dat kan een nieuwe cirkel zijn voor eenzelfde soort product. Zo heb je een zuivere circulaire economie. Maar je kan ook een nieuwe cirkel ervan maken, zodat het een ander product wordt. Een heel mooi recent voorbeeld van een circulaire samenwerking is Purified Metal Company. Daar smelten ze vervuild staal om tot broodjes grondstof. Ik heb hier een voorbeeld van hoe dit eruit ziet. Dit was staal met asbest. En dit is nu weer een hele mooie grondstof voor nieuwe producten. Je kunt hier fietsen van maken, je kunt hier auto's, kasten, alles van staal zeg maar, zou je hiervan kunnen maken. Het voordeel van deze techniek is dat er geen staal meer hoeft te worden gestort. En we besparen hier ook nog eens een keer heel veel CO2 mee. Onze rol is dat wij als Waste to Product bedrijf partijen bij elkaar brengen. We hebben klanten die dit soort materialen aanbieden aan ons en daar zoeken wij oplossingen voor. En het liefst zo duurzaam mogelijk. In dit verhaal is dat natuurlijk hartstikke mooi dat vervuild staal wat anders op de stort belandt. Nu wordt omgesmolten tot broodjes staal waar wij ook hele mooie producten weer voor kunnen laten maken. Voor de toekomst verwacht ik dat wij heel veel cirkels rond kunnen gaan maken. En dat we nog meer gaan samenwerken in die keten. Dat we nog meer waste to product oplossingen in de praktijk kunnen gaan brengen. En ten einde dat we gewoon een wereld hebben waarin afval niet bestaat.